En dan komt er beroering in het Nederlandse kamp. Want de partij van Geesink tegen Kaminaga gaat beginnen. Als Anton deze partij verliest, is Nederland uitgeschakeld en blijft de wereldtitel in Japan. Duizenden ogen zijn vol spanning gericht op de twee tegenstanders die voorlopig nog aan het verkennen zijn. Dan probeert Kaminaga binnenwaarts aan te vallen met een zesde beenworp. Geesink antwoordt met een elfde beenworp en met succes. Kaminaga wordt zodanig uit balans gebracht dat Geesink nogmaals kan aanvallen met dezelfde worp. En dan op de grond volgt, maar helaas buiten de mat raakt. Hier een aanval van Anton, die door Kaminaga handig ontweken wordt. Daar de Japaner kennelijk niet van zins is aan te vallen, probeert Geesink hem hiertoe te dwingen door afstand te nemen van zijn tegenstander. Een manier waartegen de scheidsrechter bezwaar maakt. Door een tsutomi in te zetten, probeert Anton dan een grondgevecht te forceren. Te laat. De gong luidt al. Angstige spanning. En dan... beslissing en de daverend gejuich van Nederlanders. Anton Geesink is winnaar.